alweer even geleden. Ik ben net op Schiphol aangekomen. Want ik ga zo naar Napels toe voor EasyJet. Ik ga voor een video maken met de 5 highlights van Napels en omstreken. Dus die video zullen jullie ook wel voorbij zien komen op mijn Facebookpagina. Maar ik ga natuurlijk ook gewoon zelf een beetje filmen. Ook andere dingen filmen. Ik heb heel erg veel zin. Ik ben nooit in Napels geweest. Heel vaak in Italië. Mega vaak in Italië zelfs. Maar geen Napels. Dus heel, ik ben echt heel erg benieuwd. En verder nog wat? Nee. Wat ga ik daar doen? Ja, heb ik al verteld. Voor EasyJet dan filmen. En ja, ik wilde nog naar Pompeii toe. Ik ga waarschijnlijk ook nog naar Capri toe. Het is de stad dat draait om pizza. Nou, iedereen die mij kent, bij mij draait in het leven alles om pizza. Dat kan ik altijd eten. Elke dag. Maakt niet uit wel tijdstip. Ik kan me ervoor wakker maken. Dus ja, I'm excited. Yes, 2 uur later dan gepland. Beetje jammer. Oh, ik heb echt pizza nodig. Voordat ik hangry word. Oké, first things first. Ik ga een taxi fixen. En dan op naar mijn bed and breakfast. Ik ben een beetje suf. Het is nu, ik weet nog niet hoe laat het is. Wel laat. Laat. 7:45. Het is als het goed is 20 minuten, half uurtje naar de bed and breakfast, dus op naar een taxi. Ingecheckt en ik ga jullie morgenochtend een mini room tour doen voor degenen die het leuk vinden. Jullie kunnen al wat achter me zien, maar ik ga nu eerst even eten, want ik vergaaf wel de honger, dus ik ga natuurlijk pizza eten. Ik heb allemaal tips gekregen net van de eigenaresse van deze bed and breakfast. Ziet echt zo leuk uit. Morgenochtend ook lekker ontbijtje en dan ga ik jullie ook wat meer over mijn planning vertellen, maar nu is het tijd voor pizza en een lekker rood wijntje. Goedemorgen lieve mensen, ik ben wakker en al helemaal klaar. Ik ga jullie even de kamer heel snel laten zien, voordat ik ga ontbijten. Ik heb echt koffie nodig, ik heb al trouwens heel lekker geslapen, want ik heb airco. Dus, dat worden een paar goede nachten. Oké, bed. Ik heb alles wel klaargelegd wat ik voor vandaag nodig heb. Ja, kast, tv, bureautje en de badkamer. Helemaal top. Niet heel groot. Maar groot genoeg voor mij alleen. En hoe lief is dit trouwens voor mijn kamer? Yummy. Oh, ik denk dat ik dit gewoon eigenlijk meeneem. Straks. Ik krijg toch altijd honger onderweg. En dit is het dakterras. Hoe chill. En hier ga ik ook nog naar binnen.
Dat is echt heel pretty. Hoe gezellig. Je zit zo lekker hier. Love it. En het is nu trouwens 8:30. En al 29 graden. Dus dat is best wel warm. Oké, mijn buik is gevuld. Laten we aan de eerste echte dag beginnen. Ik heb om 2:00 een afspraak bij een barretje. Daar word ik opgehaald om naar Pompeii te gaan voor een tour. En nu ga ik naar het historisch gedeelte. En dan ga ik daar een tour doen. Want ik legde al gisteren uit dat ik 5 punten moet laten zien van de highlights van Napels. Dus een van die dingen is dus die tour met het historisch gedeelte. Pompeii. Ik wil naar Capri. Mijn 4e punt of 5e punt zou waarschijnlijk het eten zijn. Dat je gewoon overal moet eten. Wat ik vandaag ook heel de dag van plan ben om te doen. En ik wil nog naar een aantal punten toe waar je goed uitzicht hebt. Over de stad en over de vulkaan. En het liefst ga ik nog naar de vulkaan zelf toe. Vesuvius. Dat heet zo. Ja. Cool. En ik zie dat ze hier gewoon Victoria's Secret hebben. Oké. En het is, by the way, heel erg warm. Volgens mij heb ik het al verteld. Maar daar mogen we niet over klagen. Volgens mij zou het gaan regenen in Nederland nu. Oké, maar dat gaan we dus doen vandaag. Ik heb mijn magneet al gescoord, voordat ik het weer vergeet. Oeh. En er is overal echt heftige saldi. Maar ik mag echt niks kopen. Misschien de laatste ochtend. Even die shopping erin gooien. Maar nu, andere dingen. Ik ben nu lekker even aan het chillen bij Piazza Bellini, waar ik mijn zoveelste cappuccino heb besteld. Love it! En ik doe mee met een tour. Dus ik voel me een beetje in Chinees, want ze hebben ook zo'n pakketje. First time for everything.
van 15 minuten. En ik heb gehoord dat hier ergens een snackbar is. Dus daar maken we even gebruik van natuurlijk, want I need food. Bezweet en ik heb echt zo'n rood hoofd. Jeetje. Volgens mij ben ik gewoon burnt. Helemaal kut. Anyway, ik ga even naar Sephora. Die heb ik gevonden hier achter. Ik hoef natuurlijk even niet overslaan. En dan ga ik zo even lekker eten en wat drinken. En ik heb zin in een pastetje. En dat ik dat ga doen. En ik moet nog ijs eten en limoncello drinken. Dus ja, ik heb er maar druk mee vanavond. Vroeg. Dit is trouwens mijn straatje. Helemaal niet laten zien. En ik zit dan hierboven. En ik kwam er dus vanochtend achter dat je vanaf zeg maar het dakterras uitzicht hebt op de vulkaan. Die jullie volgens mij nu niet kunnen zien. Maar dat is nice. En je kan hem ook goed zien. En dan zeggen ze in Washington State, dat heb ik geleerd vorig jaar, the mountain is out. Dus daar moest ik gelijk aan denken. Anyway, ik ga nu naar Capri toe. En ben ik heel excited om. Love it. En ik ga gelijk beginnen met deze tour, want die schijnt super populair te zijn. Dus let's go! Ik heb voor deze tour gekozen, want die maakt een rondje om het eiland heen. En je ziet de grotten, dus ben benieuwd. Boottour is echt een van de leukste dingen die ik ooit heb gedaan. Super nice. En nu heb ik de tram omhoog gepakt naar Capri. Kijk dit uitzicht. Hoe pretty. En nu op zoek naar lekker eten. Oh, ik ben echt nu al verliefd op Capri. Ik wil hier wonen. Blijven. Ik wil weer naar huis. Het is zo mooi. Bus.
Capri, dat is het tweede plaatsje van Capri. Goedemorgen lieve mensen. Ik zie er niet uit. Ik heb een rood hoofd. Ik ben bezweet. Iets waar ik niet echt gewend ben. En ik zweet bijna nooit. Maar anyway. Ik sta nu op een berg. En achter me is San Elmo. Het kasteel. Het is alleen dicht op woensdag. Of helemaal dicht. Dat kan ik nou niet echt heel makkelijk vinden. Maar vanaf hier heb je echt waanzinnig uitzicht. Dus het is een heel chill ochtendje. Love it. Ik moet echt stoppen met love it zeggen. Can't help myself. Anyway, ik vlieg vandaag om 1:30 of 2:00 terug. Moet ik even gaan opzoeken. Dus ik check om 11:00 uit. Het is nu volgens mij 9:30 of zo. Let's see. Ja, 9:50. Het is ongeveer 1/2 uurtje lopen. Dus ik denk dat ik gewoon nu rustig weer terug naar beneden ga. Nog even 5 minuutjes genieten van het uitzicht. Dan ga ik denk nog even wat te snacken halen. Misschien een laatste pizzaatje of zo, voordat ik de bus in ga. Want ik ga de bus pakken terug naar het vliegveld. Vanaf de haven kan dat voor €3. Dus dat is een goede deal. Op de heenweg heb ik dat niet gedaan. Toen heb ik gewoon een taxi gepakt, omdat ik 2 uur vertraging had. Dus toen had ik geen zin om meer in een bus te zitten. Ik denk, ik pak wel een taxi. En ja, dat was dan weer Napels. Ik heb het echt naar mijn zin gehad. Ik vind het leuk hier. Nou moet ik wel zeggen dat eigenlijk die uitstapjes, die zijn nog bijna het leukst. Ik vind Napels sowieso heel leuk, maar het centrum zelf is gewoon niet zo mega groot. Dus het oude centrum en het shoppinggedeelte en al die leuke eetzaakjes en zo, dat kan je makkelijk in 2 nachtjes denk ik wel doen. Maar vanuit daar moet je echt inderdaad naar Pompei, Capri. Eigenlijk moet je nog naar de Amalfi-kust toe. Naar Positano. Had ik heel graag gewild, maar daar heb ik geen tijd meer voor. Maar ik kom zeker terug. En we zijn weer ingepakt. Ready to go.